Zo, ik ben echt kapot aan het vervelen. Ik heb het. Lieve jongens en meisjes, papa's en mama's en juffen en meesters. Nou, jullie zijn allemaal super goed bezig met rekenen, taal en spelling. En als je daar aan het eind van de dag al klaar mee bent, of als je tussendoor eventjes een pauze nodig hebt, dan heb ik iets voor jou bedacht. Voor dit spel heb je een balletje nodig. Je kan het beste zo'n pingpongballetje hebben, want die zijn lekker licht. Als je dat niet hebt, dan kan je gewoon een propje maken van iets, van een doekje of van een papiertje. Daar kan je ook prima mee gooien. Je hebt ook een vaas nodig. En als je daar water in doet, dan blijft het balletje er lekker in drijven. En dan stuit het die ook niet meer terug uit. En je hebt een paar schoenen of stokjes nodig. Want elke keer ga je een plekje naar achter. Dus je moet weten op welke plek je moet staan. Oké, het spel van vandaag is de paardenrace. Het doel van het spel is om de balletjes steeds raak te gooien in de vaas. En zo snel mogelijk bij de laatste lijn te komen. Heb je vanaf daar raak gegooid, dan heb je het spel gewonnen. Maar je begint natuurlijk bij de eerste lijn. Yes, raak. Oké. Nu mag ik één lijntje naar achter. Gooi ik vanaf hier raak, mag ik weer een lijntje naar achter. Yes, weer raak. Nou, even kijken. Ah, mis. Nou, nu hoef ik niet een lijntje terug te gaan. Ik blijf gewoon op dezelfde plek staan als waar ik net stond. Zo, nou, ik heb het spel nu een keertje in mijn eentje gespeeld. Maar ik kan het natuurlijk ook tegen iemand spelen. Bijvoorbeeld vriendjes of vriendinnetjes. Of papa of mama. Dit is het eerste gymspel. Elke schooldag komt er een nieuw gymspel op dit kanaal. Veel plezier met de eerste!